Dit is BM90 met vandaag in 90 seconden NPO Innovatiefestival Voet Vooruitgang. We doen dit omdat we niet willen dat verandering ons overkomt, maar omdat we die verandering zelf willen vormgeven. Aldus Martijn van Dam, lid van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep, bij de start van het eerste NPO Innovatiefestival in de Hilversumse Vorstin. Een geslaagd evenement waaraan naar verluidt bijna 900 geïnteresseerden online deelnamen. Voor een select live gezelschap waren er inspirerende gesprekken, workshops en showcases over onder andere synthetic media, deepfake en de platforms van de toekomst. En Van Dam riep ook op tot gezamenlijke actie. Want grote techbedrijven als Google en Amazon worden hem veel te machtig. Hij wil niet dat die tussen de NPO en haar publiek komen te staan en daarom worden eigen apps en spraaktechnologie ontwikkeld. We werken met iedereen samen, ook met Big Tech, maar we moeten onze taak onafhankelijk kunnen vervullen, aldus Van Dam. Die juist wel graag de banden wil aanhalen met vier andere grote Nederlandse mediabedrijven. RTL, Talpa, DPG Media en Mediahuis. Het is dat ze momenteel vooral met zichzelf bezig zijn en kijken wie overneemt, maar Van Dam hoopt toch dat er binnenkort een gezamenlijke brief naar een nieuw kabinet gaat. En dat zou al een behoorlijke doorbraak zijn. Er is beslotverrekening een gezamenlijk belang, de concurrentie vanuit Silicon Valley het hoofd bieden. Maar Van Dam zit niet in één groot on-demand platform. Wat hem betreft blijft Videoland bestaan naast NPO Plus en Kijk naast NL Ziet of RTL XL. Het NPO Innovatiefestival kende overigens een passende afsluiting met de uitreiking van de eerste NPO Innovatieprijs. Die ging naar het AI Songfestival van de VPRO. De jury onder voorzitterschap van Ben van den Burg was onder de indruk van het internationale karakter en uitstraling en sprak van een baanbrekend project dat zowaar een Nederlands exportproduct is geworden. En zo was de cirkel weer mooi rond. Tot zover bij BM90. Volgende week vrijdag weer een nieuwe video. Tot dan! Nooit meer een video missen? Abonneer dan gauw op ons YouTube-kanaal.